Wanneer u persoonsgegevens van uw klanten gebruikt of verwerkt, dan hebben zij een aantal belangrijke rechten. Een klant heeft allereerst het recht op duidelijke informatie. Laat hem of haar precies weten welke persoonsgegevens u gebruikt en met welk doel u dat doet. En ook of u gegevens deelt met of doorverkoopt aan andere organisaties en welke dit dan zijn, zodat de klant zelf kan beslissen of hij of zij dit wil. Een handige manier om dit te doen is het opstellen van een online privacyverklaring. Hierin deelt u alle belangrijke informatie over hoe de gegevens van personen worden gebruikt. Dit doet u in duidelijke en eenvoudige taal, zodat wat er staat helder en begrijpelijk is voor iedereen. Uw klant heeft er ook recht op om de gegevens die u van hem of haar heeft in te zien. Soms willen klanten dat hun gegevens uit uw bestanden en systemen worden verwijderd. Of misschien willen ze hun gegevens juist aanvullen of laten wijzigen. U moet daar dan wat mee doen. Om te zorgen dat u de juiste persoon toegang geeft tot zijn of haar persoonsgegevens, checkt u altijd eerst of de persoon is wie die zegt te zijn. Dit kan vaak al met enkele controlevragen. Weet u wat u moet doen als u een inzage- of verwijderverzoek krijgt? Kijk voor tips op autoriteitpersoonsgegevens.nl.